Tada. Dit is leuk, zeg. Goedemorgen. Schiphol. Weer. Ja, een keer. Onderweg naar München, om via München naar Lissabon te vliegen. Ja, als je dan topografisch een beetje onderlegd bent, dan snap je dat dat niet helemaal de rechte weg is. Maar goed, zo is het nu eenmaal bedacht. Dan ga ik rijden met de Mercedes E-klasse. En daar zie je in dit vlog uiteraard alles over. En daarna vlieg ik door van Lissabon naar Barcelona. Dat is wel weer een beetje bij elkaar in de buurt. Om daar dan een en ander te doen met de Seat Ateca. Niet de nieuwe Seat Ateca, want de oude is er niet. Wel de nieuwe Mercedes E-klasse, want er is een oude Mercedes E-klasse. Het Mercedes-dorp hebben ze hier gebouwd. Niks is te gek, hè? Dat is de introductie van het belangrijkste model van Mercedes. Zo zien ze het zelf. De vaandeldrager ook, hè? Dat is toch de S-klasse? Nou, nee, niet. Want dat is eigenlijk traditioneel de middenklasse. Dus de vroegere 200, de W124. Nu dus al heel lang de E-klasse. Dat is de vaandeldrager bij Mercedes. Dat kan zo. Plug-in. Dan moet je trouwens nog wel even op wachten in Nederland, voordat hij op de markt komt. Later, dit jaar, de E350. Dat wordt dan volgens mij ergens, ja, ik ben me er niet op vast, maar in de buurt van de zomer dacht ik wel 50% bijtelling. Dat dan weer wel. Mat, vind je dat wat? Ik niet. Volgens mij is dat ook klaar. Qua mat, dat is dan een E400. Met een dikke brommer. Vierwielendrijving. En dit, de E220 diesel met de nieuwe 2 liter dieselmotor, uiteraard 195 pk. En die motor die komt er dan ook als E200 diesel. Dan heeft hij 150 pk. En reken erop dat dat de auto wordt die je veel zult gaan zien. Dit is trouwens wel een hele mooie kleur. Ja, kleuren, jongens. Hè? Vrouwen praat kleuren. De echte ouderwetse positie van de ster. Bovenop de grill of in de grill. Kan allebei. We gaan zo even draaien en nemen een afslag aan de andere kant van de weg. Dus we gaan zo meteen even draaien. Wie zit daar tegen je te praten, denken jullie? Nou, dat is Patrick Johannes. Die gaat zo de car-to-car filmen vanuit die Sins Vito daar. Maar ik denk dat ik jullie even uitleggen hoe dat zit met die ster. Ja, de meeste van jullie weten het. Het ligt eraan welk uitrustingsniveau je hebt. Of de ster op de grill zit of dat hij in de grill zit. Ik vind hem in de grill mooi. Ik vind op de grill klassiek. Nu misschien wat ouder zijn. Benieuwd wat jullie ervan vinden. En ook benieuwd wat jullie vinden van het dashboard. Ik ken het van Tesla, hè? Van die grote schermen. Die zitten dan hier geplaatst bij Mercedes. Twee evenwijdig aan elkaar gepositioneerde, even grote schermen. Ja, wat zie je erop? Het is heel goed afleesbaar, intuïtief te bedienen. En vooral hartstikke digitaal, uiteraard. Dus ja, niet uniek. Ik bedoel, dit kan in elke auto zitten. Er zit niet echt een merksignatuur in die digitale vormgeving. En ja, dat was natuurlijk voorheen met de ouderwetse klokken natuurlijk wel zo. Aan de klokken kon je herkennen wat voor auto je zat. Nou kun je overigens nog steeds hier op deze positie echte meters krijgen. Dat is dan bij de iets voordeligere versie. Mercedes levert bij de introductie, tijdens de introductie voor 2000 euro, een soort introductiepakket, dan krijg je van alles. Onder andere dus ook die digitale schermen. Ja, het houdt. Nou ja, jullie weten het, hè. Je kunt echt alles krijgen. Ik zou niet zo snel kiezen voor dit hout met die rare structuur erin. Maar goed, misschien ben jij wel wat ouder en ja, vind je dat wel mooi. En dat kan natuurlijk. Ik vind het echt wel een sublieme auto, hoor. Het is heel comfortabel. Mercedes biedt 3 onderstellen aan. Een comfortonderstel, een iets minder comfortonderstel en een sportonderstel. Je kunt luchtvering krijgen. Die luchtvering die heeft dan verschillende kamers per balg. Dat is weer wat nieuwer, waarmee ze de boel individueel kunnen aansturen. Nou, dat is natuurlijk perfect, want dan kun je namelijk de auto vlak liggend door de bocht krijgen. En zonder dat hij overhelt. En zo zit deze auto helemaal vol met allerlei snuisterijen. Mooie dingen, zinnige dingen, iets minder zinnige dingen. Heel veel dingen zijn wel zinnig. En als je alles wil weten, kijk eventjes op autovisie.nl. Daar staat de video en daar laat ik ook uitgebreid zien hoe de autonome rijdende systemen werken. En dat is echt
Dat is echt mooi. Dat is echt goed gedaan. Dat is mooi, hè? Een oud hekwerk. Penalonga. Heet dat hier? Dan moet je hier dan eventjes achter kijken. Wat een prachtig gebied, hè? Cascais in de buurt van Lissabon. Je kunt er ook uitstekend je vakantieplek van maken. Nou, dit is hem dan van de buitenkant, de E. Die daklijn die loopt een beetje door, wat de S en de C ook hebben. En dan krijg je een relatief korte kont. Bij de C-klasse is die nog korter, bij de S-klasse is die weer wat langer. Maar dat is in de basis wel het design van de E, S en C. Relatief lange neus, lengtegeplaatste motoren, aandrijflijnen achter, kardan, achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. En in delen omklapbaar, in drie delen. Standaard, Patrick. Super, functioneel. Ja. En if you go, you can open. Mooi, hè? Dan met je smartphone. Hou hem er tegenaan. En dan opent of sluit de auto. Gaaf. Wil ik op mijn iPad op een appeltje hebben? Dan tref je het niet. This is not enough. You can drive the car with the phone. Oh, hoor je dat? Kunnen we rijden met de phone? You put it inside on the wireless charging interface. You start just a normal car. So, and what is really important? You can have more than one key in your smartphone. You can have a lot of the keys. If you have two or three Mercedes or five Mercedes, you can drive everything with one hand. Dat is ideaal, dus als je vijf Mercedes hebt, dan past dat allemaal in je apparaatje. Maar wat ik dus wilde zeggen, dat werkt voorlopig niet met Apple. Dat is wel jammer. Maar kijk. Goedemorgen, de zon is verdwenen, nog steeds Lissabon. Regen voor in de plaats en de E220 is ook weg. Wat er voor terug is gekomen is een matgrijze E400. Die laat ik jullie zo zien. Maar eerst eventjes iets over dit plein. Dit is Lissabon. Daar in de verte zie je de beroemde hangbrug. En ja, pak een beet, 250 jaar geleden was hier een gigantische aardbeving. En ja, van aardbevingen krijg je soms op zee tsunamis. En een van die tsunamis die spoelde de halve stad hier weg. En op dat moment hebben ze het boel herbouwd. Eigenlijk vrij rechtlijnig. Als je de stad van bovenaf ziet, dan ziet het er ook anders uit dan de gemiddelde andere oude Europese stad. Waar het krioelt van de straatjes. Dat is hier wat minder. Dit hier, dit plein, is beroemd. Dat staat nu vol met overheidsgebouwen. Klassieke overheidsgebouwen. Maar ooit was het hier allemaal plat. Maar, dat was die 220 diesel. Tikkie bedaagd. Nou, dachten we eventjes een paar bochtjes dwars te nemen. Maar nee, vierwielaandrijving, dus dat gaat niet lukken. Maar dit is een cadeautje hoor, deze auto. Zo'n E220 die koop je omdat je nadenkt over de situatie. Dat is natuurlijk ook een cadeau, is een mooie auto, maar ook nog wel efficiënt. Eventueel een klein beetje bijtellingsvriendelijk als het ertoe doet. Deze helemaal niet. Dit is gewoon een lekkere auto. Hij klinkt lekker. Hij is dik. Hij heeft een 6-cilinder. Met ver over de 300 pk. Ja. En dat is eigenlijk gewoon lekker autorijden. Kijk. Fijn toch? Dat is natuurlijk wel leuk hè, zo'n E400 met zo'n dikke 6-cilinder brommer. Heb je heel veel pk's. Maar als je daarmee wil spelen, dan moet het ESP uit. En dat is nou wel een klein probleempje. Want het knopje, dat zat tot voor kort in alle auto's gewoon op het dashboard. Mocht je nou denken, wat hoor ik? Dat is het stalen wegdek van deze brug. Een gigantische tuibrug aan de rand van Lissabon. Maar Patrick, wil jij eens kijken of je het ESP eraf krijgt? Ja, dat is dus al één handeling. Nog een knop. Drukken. En dan heb jij het al een paar keer gedaan. Ja, hè? Dus ja, je weet we zijn er bijna. Wacht even, we zijn er bijna. En nog een keer drukken. Kijk, dan kun je bij individual kun je adapt klikken en dan kun je een aantal dingen instellen. Maar wacht, dan ga je vanzelf naar het drive, maar dat moet je niet doen. Je moet niet naar het drive, je moet even opletten, want je moet dan weer terug eigenlijk. Hè? Weten jullie dat? Ja, nee, je moet terug, je moet even opletten. En dan vervolgens moet je nog een keer terug. Ik heb
het boekje net ook even gelezen hoor. Dan moet je dus naar Assistance. En in Assistance vind je ESP. Ja. En die kun je volgens uitzetten. Dus in totaal schat ik 25 handelingen. Maar valt op zich mee. Valt op zich mee. Oftewel, dit is niet de meest ideale auto als je ergens iets moois ziet op straat. Om even op het knopje te drukken en dan lekker je gang te gaan. Dat moet je voorbereiden. Daar komt het op neer. Zomaar in de binnenstad van Lissabon, dat oude Volkswagenbusje, ja, dat is apart. En dan kijk je naar binnen, dan staat er dit. E-type onderdelen, prachtige Jaguar, Mercedes SL en een leuke Mustang. Maar dat is het niet helemaal, volgens mij, want ik dacht hier zojuist ook iets bijzonders te zien. Langs reden. Kijk. Tada. Dit is leuk zeg. Zomaar. In de binnenstad van Lissabon. Niemand te zien. Allemaal oud spul. Wat leuk. Lissabon verruild voor Sitges. Dat is een vakantiestad ten zuiden van Barcelona gelegen. Vakantie, vooral zomers. Het is nog geen zomer, het ziet er nu een tikkeltje droevig uit. De palmbomen staan er ook niet echt feestelijk bij. En bovendien heeft het keihard geregend. Maar we komen hier ook niet voor het mooie weer. En helemaal niet voor het feest. We zijn hier om te rijden met de Seat Ateca. En de Seat Ateca die is er nog niet, moet nog op de markt komen. Het is een voorserie auto. En ja, allemaal heel moeilijk. We hebben een paar uurtjes de tijd gekregen om iets te doen met die auto, om een video te maken. Dat moet dan gebeuren in het donker. Het is inmiddels avond, de zon gaat onder. En die auto wordt zo direct gebracht en dan gaan we kijken of we er iets moois mee kunnen maken. Het is niet optimaal natuurlijk, hè? Filmen in het donker, maar ja, dan denk ik maar weer. He? We hebben Patrick bij ons en Patrick weet daar vast wel een oplossing voor. Die Ateca heel eventjes positioneren. Je hebt een Audi Q2, die is pas gelanceerd, he, in Genève. Nieuwe Volkswagen Tiguan komt er in twee formaten. Er is een Skoda Vision, die ook wel Kodiaq gaat heten, met een Q trouwens. Komt er ook waarschijnlijk in twee maten. De andere heet Skoda Yeti. En dan heb je ook nog zoiets als een Seat. En die Seat SUV, dat is de Ateca. En misschien komen daar ook alweer twee varianten van. Kortom, jullie hebben het misschien niet helemaal door. Ik ook nog niet. Maar er komt een stortvloed aan SUV's aan bij het Volkswagen Concern. En een daarvan, dat is dus die Ateca. En die gaan we hier straks door de straat sturen. Als een van de eerste in Nederland. Het is toch wel vrij apart. Rijden door Sitges met deze auto, de Seat Ateca. Amper in productie. Heeft nog vrijwel niemand mee gereden. En wat komen we tegen? Een gecamoufleerde Mercedes E met verschillende wielen. Ja. Terwijl we net met de E hebben gereden. Wat zou het zijn? Een slecht naar binnen kijken. Heel de boel is afgedekt. Dit is natuurlijk technisch de E-AMG. Zijn ze wel een end uit de buurt en wel vreemd ook dat ze Sitges, de Noord-Spaans badplaatsje, kiezen om te gaan testrijden met een E-AMG. Nou ja. Goed, dat was de Mercedes E-AMG. Hier staan een paar Charans en... Oh nee, Charans. Alhambra's. Dat is wel een beetje het probleem, hè? Volkswagen, Seat. Ja, Skoda trouwens ook, loopt allemaal door elkaar heen. En er is hier dan ook een beetje hectiek. Vindt het lachen zo, deze avondreportage, Patrick? Wordt niet beter dan dit, hè? Geen tijd, donker. Ja. Nou, het is wel droog, maar en een karavaan en ja, mensen om ons heen. Dus je leeft hier voor als cameraman. Het mooiste wat er is. En een zeurende techneut met veel te veel energie. En dan een PR-persoon die vindt dat we eigenlijk niet met die auto tussen het publiek mogen komen. Maar ja, als je met een auto de openbare weg op gaat, dan zien andere mensen je. Wat overigens ook echt totale onzin is. Deze Ateca heeft namelijk al in Genève gestaan. En wat dacht je hiervan? Ateca op de grond. En dat komt dan hier vandaan. En dan weet de Range Rover liefhebber. Kijk, die jongen daar is ook lekker foto's aan het nemen. Maar nee hoor, we mogen niet in het publiek komen met de Ateca. De Range Rover liefhebber, die kent het hè. Dat lampje dat op de grond schijnt en dat dan het Range Rover teken toont. Seat doet dat nu ook met de Ateca. Ateca is een stad in Spanje, ten westen van Zaragoza volgens mij.
En dan is het nu een beetje de vraag of er een grotere van komt, van de Ateca. Zoals de Kodiaq van Skoda. Of dat er misschien ook nog wel een kleinere van komt. Daar is ook sprake van. Maar dat willen ze in ieder geval niet vertellen met Seat. Voorlopig gaan we dat hiermee doen. En heb je er zin in? Heb een beetje geduld. September komt hij pas op de markt. Maar als je alles wilt weten, kun je natuurlijk ook gewoon lekker de video kijken die inmiddels op autovisie.nl staat. Ja, Barcelona Airport terug naar huis. Lekker. Een paar verhalen schrijven voor de Grand Telegraaf, voor Autovisie ook. De video's van de Mercedes E-klasse en de Seat Ateca die staan op autovisie.nl. Even kijken waar het heen moet. Die kant op volgens mij. Volgende week New York, de New York Auto Show. Er staat altijd lekker veel nieuws. Mercedes heeft er het een en ander. Gaat er heel kort naartoe. Volgens mij ben ik 26 uur in New York. Dus ja, een heen en weertje. Lekker veel nieuws zoeken daar, dat en meer. Dat zie je volgende week. En dan, dan hoop ik dat jullie hem verspreiden. Dit keer via Facebook of Twitter. Of in ieder geval die duim eronder omhoog. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. Klik hier om social media te volgen. Hier zie je de vorige video's en daar kun je abonneren. Bye bye.